Dames en heren, goede dag. Welkom bij deze zonovergrote zomerse video. Oké, in Nederland hier is het slecht weer. Maar wellicht gaan jullie deze zomer op vakantie. En er zijn hier een heel aantal vissers die deze video kijken, die op vakantie gaan en die geen idee hebben wat ze mee moeten nemen. Daarvoor is deze video. Ik ga in deze video jullie laten zien wat je kan verwachten in het buitenland als je gaat vissen. Wat je mee moet nemen, waar je op moet voorbereid zijn. Het is niet zo moeilijk, maar met een paar kleine handige tips kun jij je voorbereid op vakantie en kun je superveel vis vangen. En dat is natuurlijk heel erg leuk, want in het buitenland vang je vaak andere vissen dan in Nederland. En dat is gewoon gaaf. We zijn er binnen verhuisd en ik heb hier een hele hoop spullen staan. En ja, dit zijn de spullen die meegaan op vakantie. Ik heb zelfs nog een paar hengels die staan even buiten beeld. Want die kon ik hier niet naast me neerzetten. Dat zou te veel worden. Maar ik verwacht natuurlijk niet van jullie dat jullie zoveel mee gaan nemen. En daarnaast gaan wij naar een hele hoop verschillende landen. We gaan heel veel verschillende visserijen doen. En daarom neem ik zoveel spullen mee. Wat heel erg belangrijk is als je op reis gaat, is om te bepalen waar ik naartoe ga. Ga ik naar zoetwater? Ga ik naar zeewater? En wat zwemt daar? Stel, je gaat naar zoetwater. Dan heb je spullen nodig die je voor het zoete water kan gebruiken. Stel je gaat naar zeewater, dan heb je dus zeewaterbestendige spullen nodig. En wat bedoel ik met zeewaterbestendig? Zeewater, daar zit zout in. En zout is heel erg schadelijk voor je materiaal. En dat betekent dus sowieso dat je na iedere visdag even je molen moet afspoelen onder de kraan. En je hengel, want dingen kunnen gaan roesten. En soms heb je ook goedkopere molens, die kunnen helemaal niet goed tegen het zouten. Dus let er altijd even op. Wil je nou dingen gaan aanschaffen en je gaat naar het zouten toe, ga dan even langs je hengelsportzaak. Check even of je een beetje zeewaterbestendige molens hebt. Dat scheelt heel veel. Als je bijvoorbeeld goedkope opties wil, dan kun je bijvoorbeeld voor het merk Pen gaan. Pen heeft heel veel goede, goed betaalbare zeewaterbestendige spullen. Dus dat sowieso even checken waard. Ben je wat duurder, kan je naar Shimano, Daiwa, dat soort merken ook gaan kijken. Je gaat op reis. Wat is nou belangrijk? Je materiaal. Maar dat moet natuurlijk wel veilig aankomen. Een hengel is gemaakt van carbon. Het is letterlijk een buisje carbon. Die hol is van binnen. Die knakt heel gauw. Dus wat is er nou bedacht voor als je op reis gaat? Er zijn allerlei transportmaterialen bedacht. Je kan bijvoorbeeld, als je met het vliegtuig gaat, zo'n koker aanschaffen. Kost ongeveer 5 tientjes. Je kan hem veel langer maken. En je past er zeker wel 8 hengels in. En dat is echt super fijn. Want als jij op reis gaat en je neemt deze mee, je kan er gewoon op gaan staan. Dat is helemaal super. Ga je met de auto of met de camper, kan je ook voor een softcase kiezen. Hier passen denk ik wel 30 hengels in, misschien wel meer. Deze neem ik mee, deze gaat helemaal vol. Laat ik jullie straks zien. Dit is ook een goede optie om gewoon heel veel hengels veilig mee te nemen. Op deze manier, als je je hengels erin stopt, niks kan kapot. Het is allemaal beschermd, de oogjes van je hengels zijn beschermd. Alle fragiele componenten, dat is helemaal top. Hier is zelfs ruimte om de molens erop te laten. Dus dit is ook echt een goede optie. Zo'n tas kost misschien 80 euro. Maar dan heb je wel gelijk een goeie. Staan er ook zoiets als een reishengel. In dit geval heb ik even een vlieghengel die reishengel is. Super handig voor als jij bijvoorbeeld een hengel in je koffer kwijt wil. En je wil eigenlijk helemaal geen extra ruimbagage bijboeken. Dan kan je zo'n mooie hengel, een reishengel kopen. Is dan vierdelig. Als je deze in elkaar zet is het gewoon een volledige hengel. Qua lengte. Casing van zo'n reishengel is vaak ook nog eens heel stevig. Super ideaal om mee te nemen op reis. Is zeker een optie om aan te schaffen als jij geen extra kosten wil maken voor ruim bagage. Want als je met vliegtuig gaat en je wil zo eentje erbij, kost je vaak zeker 100 euro, 50 euro heen, 50 euro terug. Dus dat is wel iets om over na te denken. Mocht je nou geen van al die kokers hebben en je hebt nog de originele zakjes voor om je hengel, zou ik die sowieso meenemen. Die kan ook nog wel eens beschermen tegen een oogje of zo, dat die knakt. Zorg gewoon hiervoor voor dat die hengels netjes meegaan op reis. Kan zo makkelijk. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die sowieso handig zijn om mee te nemen. Neem even een goede vistas mee. Ik heb tegenwoordig ook een waterdichttas, camera-spullen, dat soort dingen in doen. Zeker als je bijvoorbeeld op glibberige stenen en dat soort dingen gaat begeven. Neem even een goede tas mee. Doe je telefoon in. Deze was geloof ik 35 euro bij. Hoe heet die winkel ook weer, Francis? Oh ja, Decathlon. Ideaal om mee te nemen. En natuurlijk voor de visveiligheid. Neem altijd goed onthakerij mee. Ga niet onvoorbereid op pad. Neem een goede tang mee, kniptang, hakensteker, schaartjes, dat soort dingen. Zorg in ieder geval dat je dit soort gereedschappen in ieder geval altijd bij hebt. Daarnaast een beetje bescherming voor je ogen. Petje is fijn, zeker als je in een zonnig land bent. Goede zonnebril. Ik
heb in dit geval een polariserende bril. Kun je ook nog eens mooi door het water heen kijken. Dit is mijn favoriete brilletje van Leech. Echt een topbril. Staat er ook nog eens vet goed. Beetje snel op lange. Lekker. Ik ga nu even door alle spullen heen die ik zelf meeneem. En daarna ga ik jullie even voorbeelden geven per land wat nou handig is om mee te nemen. Wat ik jullie aanraad. Ik heb hier een hele hoop koffers met kunstaas, met van alles. Dit is voor mij een beetje een rommelkoffertje. Maar dit is wel een koffertje die ik zowel mee zou kunnen nemen naar het zoete als naar het zoute water. En wat ik altijd mensen aanraad als ze naar het buitenland gaan. Ik vind het zelf altijd super leuk. En Frensen vindt het ook heel erg leuk. Is om heel veel soortjes vis te vangen. En dat kan eigenlijk overal. Want stel je gaat naar het buitenland, je gaat naar Thailand, je gaat naar de Middellandse Zee. Je gaat ergens anders heen, naar een plek waar je andere vissen hebt dan je hier hebt, is het sowieso leuk om ze te zien. Het is mooi om met ze te snorkelen, maar het is nog mooier om ze misschien wel even van dichtbij te doen. Vet man. Kijk, dat rare snorhaartje, die zit dubbel of zo. Wauw, wat een mooi ding, hè? Wauw, wat een ding, hè? Lijkt bijna een soort braas, een hele mooie vis. Wow. Zo eentje als je had je gevangen. Ja, deze. We doen vandaag een wedstrijdje eten de boterham. Wauw. Echt super vet. Gaaf, hè? Hij heeft echt vet grote ogen. En daarom zorg ik wel voor dat ik best wel een diversiteit aan haakjes, aan dobbertjes, aan lood, een kunstas bij me heb, zodat ik in ieder geval op alle omstandigheden wat kan verzinnen. Ik heb hier een ritje met allemaal verschillende dobbertjes. Van hele lichte witvisdobbertjes tot een soort zeebaarsachtige dobbers waar je flink wat lood onder zou kunnen stoppen. Dan heb ik hier zo een hele rit met allerlei verschillende maten, haakjes, onderlijntjes. Nou, je ziet het hier al van heel klein tot heel groot. De kleinste maat die ik bij me heb is een maat 20. Dat is echt om zulke visjes mee te vangen. Grotere maten zijn bijvoorbeeld dit soort haken. Een cirkelhaak waar je een stukje octopus aan kunt doen. Een aasvisje of iets anders, een krabje. Met een kleine haak kun je wel een grote vis vangen. En met een grote haak kun je geen kleine vis vangen. Je krijgt het niet in zijn bekje. Verder heb ik altijd wat handigheidjes bij me. Ik heb hier bindelastiek. Daar kun je aas mee op je haak binden. Allerlei verschillende soorten haakjes, klein materiaal zoals warteltjes, splitteringen, kleine connectortjes, noem maar op. Ik heb hier verschillende dregjes bij me. Scondelijn, super handig. Loodhageltjes, noem het maar op. Gewoon, dit is mijn rommeldoosje. Als ik iets nodig heb om een montage te maken, ga ik naar deze doos. Dit is een van mijn basisdozen. En hier zit gewoon spul in voor zowel zoet als zout water. Zo'n doosje is dus in ieder geval handig om even klaar te maken. Neem er gewoon in één doos wat klein materiaal mee, wat handige dingetjes. Ik heb hier twee bakjes met wat kleine aas. Voor bijvoorbeeld forel, dat soort vissen. Echt topspul als je in het buitenland kleine roofvissen wil vangen. Zoals bijvoorbeeld forel of baars. In deze bak heb ik een mix zitten van wat kunstaas. Van wat zware gewichten die ik bijvoorbeeld op zee zou kunnen gebruiken. Stel ik ga vanaf een boot vissen, zou ik dit kunnen gebruiken. Hier wat pilkertjes bij me. Pilkertjes zijn altijd fijn in het buitenland. Hier wat kleine shetjes, kunstaas. Dit is trouwens een tip. Als je ergens op zee gaat vissen in de Middellandse Zee. Of je gaat naar Noorwegen of je gaat ergens anders heen. Sabikis. Of makreel onderlijnen. Dat zijn haringpattenossers, makreelpattenossers. Dat zijn super handig. Het ziet er zo uit. Dat ziet er zo uit. Dat is een lange onderlijn van ongeveer 1,5 meter. Met op elke 30 centimeter een klein onderlijntje van ongeveer 10 centimeter. Met aan een soort van vliegje lijkt het wel. Klein haakje. Dit vangt al vis zonder dat er aas aan zit. Maar je kan het soms nog attractiever maken. En dan pak je zo'n klein haakje. En dan doe je aan ieder haakje een heel klein stukje aas. En dit is serieus een machine. Als je hiermee in het buitenland vist, je vist vanuit de boot, bijvoorbeeld op een rifje, en je laat een bonk lood, zet je eronder, laat je zakken naar de bodem, je doet een ieder haakje, doe je een klein stukje aas, laat je zakken naar het rif, je houdt hem stil, je voelt trrr, je haalt hem op, en je hebt soms wel 2 tot misschien wel 5 vissen tegelijk aan zo'n lijntje. Het werkt gewoon super goed. Ze zijn niet duur, zo'n lijntje kost misschien 1,5 euro, met verschillende haakmaten. Ik zou je dan dus ook aanraden
Neem wat verschillende haakmaten mee. Ze zijn gewoon super handig, kant-en-klaar geknoopt. Soms noemen ze het een sabiki. Hier heet het een haringpattenmonster. Dit is een makreelpattenmonster. Het is één pot nat, maar dit is echt topspul. Meenemen. Als het naar het zouten gaat. Ook handig om wat verschillende gewichten mee te nemen als je bijvoorbeeld vanuit een boot gaat vissen. Wat verschillende loodgewichten. 15 gram tot en met misschien wel 140 gram mee. Zodat je in ieder geval verschillende dieptes kan vissen. Dan heb ik nog 3 bakken met wat grote kunstaars bij me. Dit zijn allemaal bijna allemaal oppervlaktepluggen. Vaak in het Middellandse zeegebied supergoed. Maar ook als je bijvoorbeeld de tropen ingaat. In het Middellandse zeegebied zou je bijvoorbeeld mee kunnen vangen. Zeebaars, leerfish, bluefish, wat kleine tonijnsoortjes. En als je naar tropen gaat, ja, kun je gewoon echt van alles mee vangen. Ook in het zoete water kan je wel wat soorten mee vangen. Zoals bijvoorbeeld een roofblij, een baars, misschien een black bass. Dan heb ik hier een doos met wat pluggen. Dit vind ik ook bijvoorbeeld een leuke voor het buitenland. Als je weet dat er veel black bass zit. Dat is een mooie kikkerimitatie. In Nederland is het bijna nutteloos. Maar in het buitenland hartstikke goed. En is dit een van mijn favorieten voor Middellandse zeegebied. Wij gaan toevallig naar Kroatië. Dan is dit bakje echt top. Dit zijn mijn softbaits voor zeebaars. Dan heb ik hier nog wat langwerpige pluggen voor bijvoorbeeld een barracuda, een zeebaars, een bluefish. Hier liggen nog wat pelkertjes in. Nou, dit is gewoon voor mij een universeel bakje voor zee in het buitenland. Ik ben nu even doorheen gegaan wat ik allemaal bij me heb qua kunstaas en qua klein materiaal. We zijn nog iets heel belangrijks vergeten en dat ligt aan deze kant. Heel belangrijk, verschillende lijnen. Ik heb altijd verschillende soorten online materiaal bij me. Vloerkarbon is het materiaal, maar in ieder geval in verschillende diktes. Ik heb bijvoorbeeld dun 20-25 voor klein kunstaas, voor forel. Waar ook bijvoorbeeld om een klein haakje aan te knopen. Ik heb ook verschillende diktes bij me voor wat zwaardere visserij. Bijvoorbeeld hier 40-honderdste voor zee. Nylon. Ik heb hier een dikke gevlochten lijn voor als ik bijvoorbeeld in het buitenland een tonijn zou willen vangen of bijvoorbeeld een meerval. Mocht ik bijvoorbeeld een grote vis eraan krijgen en ik heb een lijnbreuk of ik krijg knopen in mijn lijn, dan heb ik in ieder geval nog wat extra lijn bij me. Want vaak is het in het buitenland moeilijk om goed spul te krijgen. Daarnaast ga ik deze vakantie ook nog vliegvissen. Dus ik heb wat vliegvisspullen mee. Ik heb hier een doosje met zelfgebonden vliegen. Vind ik super leuk om mee te vissen. Ik was deze kwijt, maar ik heb hem teruggevonden. Ik ben super blij dat ik deze heb teruggevonden, want ik denk 90% van dit bakje heb ik zelf gebonden. En dat is eigenlijk alles wat ik bij me heb deze vakantie. Dus ik heb verschillende hengels. Ik heb een zware hengel, ik heb lichte hengel, ik heb zelfs een hengel met een rail heb ik bij me. Ik heb verschillende forelhengels en kleine kunstaashengels bij me, omdat wij waarschijnlijk met z'n vieren gaan vissen. Dus dan wil ik in ieder geval 4 van 1 hengel hebben. En wat wij voornamelijk gaan doen is gewoon vissen op klein spul. Wij willen gewoon veel soortjes vangen, lekker veel vis vangen. En dan is mijn go-to vaak een klein peerlootje met erboven zo'n sabiki met wat kleine stukjes astra. Een beetje voor de kantjes pielen. Bijvoorbeeld met een klein dobbertje, een klein stukje kunstaas. Ja, gewoon lekker veel soorten vangen. Laten we nu even gaan kijken wat je waar kan vangen. Ik begin even met Europa, want dat is het makkelijkste. Zit je in Europa en ga je op het zoete water vissen? Of vis je in Engeland of Scandinavië, dan lijkt de visserij op het zoete water heel erg op de visserij die wij hier kennen. Dat betekent dus dat jij de spullen die jij thuis gebruikt ook zeer waarschijnlijk kan gebruiken in het buitenland. En behandel de wateren een beetje hetzelfde als dat je ze hier zou behandelen. Ben jij iemand die graag met een dobbertje vist, met een vaststokkie of met een werpengeltje, dan kan je dat ook gerust in het buitenland doen. Met wat voer, misschien wat malen, wormen, brood, dat soort aas. Zoek dan even lokaal in een sportzaakje, koop daar wat voer. Je kan bijvoorbeeld feederen, je zou kunnen karper vissen vaak. Vaak zitten dezelfde roofvissoorten, heel soms een uitzondering. Wat extra soorten zoals bijvoorbeeld veel forel, black bass. Maar in ieder geval, de visserij op het zoete water lijkt gewoon heel erg op de visserij in Nederland. Heb je mooie riviertjes, dan heb je wel iets unieks. Want in Nederland kan je heel moeilijk op forel vissen. En dan kan je dus ervoor kiezen, als je naar het buitenland gaat en je wil forellen vissen in mooie beekjes, zoals bijvoorbeeld in Ardennen, in Oostenrijk, in Frankrijk, Italië. Misschien zelfs Spanje, Kroatië, Slovenië. Neem dan wat lichte spinhengels mee tot een grammetje of 20 werpgewicht. Niet te lang, 2,20 meter, 2,30 meter. Klein spinmolletje erop, dunne lijn. En neem wat forelspul mee, zoals plugjes, spinnetjes, blinkertjes, dat soort dingen. Wow, kijk die stippen! Niet normaal. Oh my god. Yes! Hiervoor komen we. En ook deze kel zat deze hele mooie forel. Wauw, het is echt een beauty, man. Je gaat op reis binnen Europa. Zoals ik net al had verteld, je gaat op het zoete water vissen.
kan je natuurlijk ervoor kiezen om wat verschillende opties mee te nemen. Je kan kiezen voor wat lichte spinhengels, waar je wat kunstaas mee kan gooien. Met een hele lichte hengel ben je vaak beperkt tot het werpen van lichte dingetjes. Heb je nog wat zwaarder hengel, kan je zowel licht spul gooien als zwaarder spul gooien. Kan je maar één hengel meenemen. Gaan we voor een hengel met medium power of een beetje zware power, dan zou ik kiezen voor bijvoorbeeld zoiets. Dit is een hengel van 2,50 meter. Hengeltje tot 70 gram werpgewicht. 3000 serie molletje erop. Hier kan je gewoon heel veel mee. Hier kan je een karper mee vangen. Je kan hier een spinnetje mee gooien. Een forel vangen. Je zou hiermee kunnen vissen op een black bass, op een snoek, op een baars. Je zou er een dobber aan kunnen doen, zodat je witvis kan vangen. Dit zorgt gewoon voor veelzijdigheid. Als je bijvoorbeeld maar één of twee hengels mee kunt nemen, kies dan voor een hengel met medium power of medium heavy power. Zodat je gewoon een beetje veelzijdigheid hebt. Een licht hengeltje is leuk, maar je blijft gebonden aan lichte visserij. Ga je op zee vissen en ga je bijvoorbeeld naar het Middellandse zeegebied, dan is de visserij wel iets anders dan we hier in Nederland zijn gewend. Er zijn vooral veel andere soorten en er zijn ook wel een aantal soorten waar je voor moet oppassen. Vang jij deze soort, de schorpioenvis, let er even goed op. Er zijn een aantal soorten schorpioenvissen die in de Middellandse Zee en de Adriatische Zee voorkomen. En die zijn best wel naar, want die hebben giftige stekels. Vang je er zo eentje, doe dan heel voorzichtig. Weet je niet hoe je het visje voorzichtig van de lijn af kunt krijgen? Pak dan de lijn vast. Zet je onthaaktang voorzichtig op het haakje, houd het visje boven water en schud hem voorzichtig los. Oh, het is echt een heel kleintje. Het is... Kijk, er zit helemaal onder de stekels. Oh, maar joh, het is er echt veel. Ik ga het tangetje pakken daar waarmee ik hem ga onthaken. Dat is altijd slim. Deze is gewoon echt onhandelbaar. Ja, die steek je meteen, hè? Ja. Het is wel een mooi visje. Kijk, dan pak je de haak, pak je hier zo in de bocht. En als je dan de haak omdraait, op, dan is hij los. Top! Kijk heel erg uit, want zo'n schorpioenvis heeft stekels, echt nare stekels, en je kan daardoor in het ziekenhuis belanden, en dat wil je niet. Ook heb je bijvoorbeeld in de Adriatische Zee en op sommige plekken in de Middellandse Zee heel veel pietermannen. De grote pieterman is een prachtige vis om te vangen, je kan hem op kunstaas vangen, maar het is wel een visje waar je voor moet oppassen. Want de pieterman is ook best wel giftig, hij heeft een zwarte vin op zijn rug met gifstekels erin. En als je daardoor wordt gestoken, dan moet je even medische hulp zoeken, want je kan er echt zo'n dikke opgezwollen hand van krijgen. En als je even naar EHBO gaat, word je geholpen, ben je er zo vanaf. Dat zijn in ieder geval wel dus visjes waar je even op moet letten als je in de Middellandse Zee of in de Adriatische Zee gaat vissen. Verder is de visserij in de Middellandse Zee erg leuk. Ik vis graag met een dobbertje, met een klein stukje aas, maar ook met klein kunstaas. Bijvoorbeeld langs havenhoofden. Niet alle havens mag je vissen. Maar als je er wel mag vissen, is het super leuk om bijvoorbeeld met een klein shedje vlak langs de kadermuren te vissen. Kun je soms schorpioenvissen vangen, soms zie je zelfs een inktvis of een octopus voorbij zwemmen. Kun je soms ook vangen met kunstaas. En je kan een zeebars vangen. Je kan er wat vissen vangen die op zeebars lijken, zoals bijvoorbeeld de bluefish. Een leerfish vangen, dat lijkt wel een soort van jackachtige vis. Super gaaf. Misschien met een beetje geluk kan je zelfs een charter regelen, dat je met de boot weggaat. Dan kan je tonijnachtige vangen, zoals bijvoorbeeld een bonito, little tunny of misschien zelfs wel een blauwvin tonijn. Super gaaf. De Middellandse Zee heeft veel te bieden. Neem in ieder geval een diversiteit aan verschillende spullen mee. Wat dingetjes waarmee je aas kan vissen. Kleine haakjes, dobbertjes, wat klein kunstaas, misschien wat groot kunstaas. Ga lekker aan de slag. Dat is echt superleuk. Ga je naar Engeland of Schotland of misschien zelfs wel Zweden of Noorwegen op zee vissen, dan is dat echt super gaaf. Die visserij is prachtig. Je kan met klein kunstaas aan de slag gaan. Je kan op lipvisachtige vissen. Je kan allerlei kabeljauwachtige vangen zoals pollak, koolvis, kabeljauw. Misschien zelfs wel helbot als je naar Noord-Noorwegen gaat of Midden-Noorwegen. Een visserij die wat grover materiaal vergt. Dus je moet wel even wat zwaardere spinhengels meenemen. Engeltje tot 70 gram is zeker niet overbodig. Zwaarder zelfs als je wat grotere vissen wil vangen. Vis daar met wat zwaarder kunstaas zoals sheds, pilkers. Daar kan je vaak heel goed mee uit de voeten. En lekker diverse soorten mee vangen. Super gaaf. Ook in Scandinavië, Schotland, Engeland kan je aan de slag met aas. Neem wat paternossers mee. Neem misschien ook wat sabiekjes mee. Het zijn ook vaak landen waar veel makreel voorkomt in de zomer. Misschien zelfs ook wat haring. Je kan natuurlijk overal met aas vissen. Kan je met dobbertje vissen en met wat lood op de bodem. Ga je naar de tropen, dan heb je het natuurlijk helemaal goed voor elkaar. Warm water betekent vaak grote vis, snelle vis, prachtige kleuren. Ja. Ja. Holy shit, wat is dit? Ja, grote vis, grote vis. Dit is vet. Dit is vet. Vet. Hier ook zou ik adviseren om een grote diversiteit mee te nemen. Neem wat lichte hengels mee, neem wat zwaardere hengels mee. Neem wat verschillende soorten kunstaas mee, zoals oppervlakte kunstaas.
kunst als wat dieper loopt. Maar let vooral op, neem vooral hardbaits mee. Dus dat zijn dan pluggen, poppers. Tropisch vissen hebben vaak superscherpe tanden en laten niks heel van jouw setjes. Ik zou aanraden om ook altijd naar dit soort landen ook wat kleine haakjes mee te nemen. Omdat je prachtige gekleurde soortjes kan vangen. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om te doen. Let wel op, tropisch al helemaal zoiets van ja, wat zwemt er allemaal? Het lijkt niet zo heel veel op wat hier zwemt. Vissen zien er soms onschuldig uit, hebben nare stekels. Let erop. Doe even wat research, ga even googlen. Vang iets wat je niet vertrouwt. Probeer voorzichtig het haakje los te maken. En ja, probeer vooral jezelf ook niet te beschadigen. Wauw, hypapoor is heel giftig. Hij is heel giftig. Ik snap dat het heel veel informatie is, maar ik probeer zoveel mogelijk mensen te helpen. En ik weet natuurlijk niet wat jullie exacte zoektocht is. Dus ik ga jullie gewoon proberen zoveel mogelijk informatie te geven. En ik hoop dat de informatie die ik geef een beetje aansluit bij wat je zocht, bij wat je gaat doen. Mocht je nou vragen hebben, mocht je nou ergens naartoe gaan en je denkt van Daniel, goh, ik wil nog tips voor dit specifieke land, stel ze gerust hieronder. Ik reageer vaak op veel YouTube reacties. Instagram is iets lastiger, want ik krijg soms heel veel DM's op één dag. Maar heb je leuke vragen of heb je specifieke vragen over een land waar je naartoe gaat, stel ze gerust even hieronder. Ik zal proberen erop te reageren. Ik hoop heel erg dat jullie wat aan deze tips hebben gehad. Heb je vragen, stel ze gerust over materiaal, over vissoorten. Ik weet van best wel veel landen wat er zwemt. In ieder geval heel veel plezier als je op vakantie gaat. Geniet ervan. Geniet nu het weer kan. Ja, wij gaan in ieder geval morgen op vakantie. Dat is dus vandaag, nu jullie deze video kunnen zien. Ik ga lekker met Enzo en Miron. Gaan we weer 4 weken weg. We beginnen in Duitsland-Oostenrijk. Gaan weer achter de forellen aan. Misschien zelfs wel achter de snoeken. Daarna gaan we door naar Italië, Lago de Idro. Daar gaan we ook even proberen om wat mooie vissen te vangen. Misschien zelfs wel een vissoort die ik nooit heb gevangen. En na Italië gaan we naar Kroatië. En tenslotte misschien zelfs nog naar Slovenië. Dus we hebben een heel erg mooie uitgebreide trip die we weer gaan doen met de camper. Heel veel zin in. In ieder geval bedankt voor het kijken. Laat even een likeje achter. En laat me weten of je er zin in hebt dat er straks weer vakantievlogs aankomen. En zie ik jullie graag aankomende zondag om 7 uur terug bij een nieuwe video. Leuk jullie. Bedankt voor het kijken. Doei doei!